Van Pim en Pom, de bliksembrenger. Het is een heerlijke luie dag voor Pim en Pom. De perfecte thuisblijfdag. Ruik je dat, Pom? Zou ze jarig zijn? Of misschien gaat ze uit. Daar buiten, in dit slechte weer. Oh. Het is maar een beetje donder en bliksem, hoor. Ik ben bang voor de bliksem, Pom. Ik ook. Ik hoop niet dat wij mee uit moeten met de vrouw. Dag, dame. Dag. Wat denk je dat hij meegenomen heeft? Ik denk dat hij zijn huisdier heeft meegenomen. Wilt u misschien een kopje koffie? Hi, wij zijn Pim en Pom. Dieren die groter zijn dan jij, moet je netjes aanspreken, Pim. Misschien dat hij dan wel iets zegt. Laat mij maar even. Dag, mogen wij ons misschien even voorstellen? Hij zegt helemaal niks. Volgens mij kan hij niet eens praten. Hij is helemaal glad. Geen vacht, geen veren of haren. Hey Pom, denk je dat hij tegen kietelen kan? Nou Pim, dat is erg onbeleefd om iemand zomaar te kietelen. Misschien niet zo'n goed idee. Zag je dat, Pom? Een grote flits? De bliksem bij ons binnen. Hoe kan dat nou, zo plotseling? Wat moeten we beginnen? Dat rare ding, dat is geen dier. Het is een bliksembrenger. Blijf hier maar zitten. Hou je stil. Straks wordt hij nog veel enger. Wat doe je, Pim? Hij kan je zien. Is dat nou wel verstandig? Die bliksembrenger is heel snel. Straks wordt hij nog opstandig. Vertrouw me nou, ik heb een plan. We gaan ons goed verstoppen. De beste plek onder het kleed. Mijn plan kan echt niet floppen. Pim, Pom, waar zijn jullie? Pom, Pim. Ja, ja. Laten we maar vast beginnen. Dit gaat niet goed, Pom. Kijk uit voor de bliksem. Oké, daar komt-ie. Durf jij het ook? Wat? Voor die bliksembrenger zitten. Oh, daar zijn jullie. Zo. Recht vooruit kijken. Oh, deze is mooi geworden. Pom, kijk nou, dat ben ik. Dit is helemaal geen bliksembrenger. Dit is een plaatjesmaker. Maar wat sta ik er stom op? En mijn ogen zitten dicht. Dat kan beter. Kom, Pim. Lachen naar het vogeltje. Die Pim en Pom. Wat een knappe katten.